der meest attractievolle wedstrijden. Wij staan hier met Rob Been. Hij is net aangekomen hier bij de Gerstenkoop Amsterdam. Hoe is de sfeer hier, Rob? Nou, het is een fantastische sfeer. Het weer valt wel tegen, zeker in vergelijking met vorig jaar. Maar het mag de feestvreugde niet drukken. Dit is de eerste keer dat je hier op Gerstenkoop Amsterdam bent, of ben je hier al eerder geweest? Nee, ik ben hier bij de Koppa's. Ik ben de leverancier van de ledboarding. Wij hebben daar vorig jaar de primeur gehad om ledboarding te mogen leveren bij de Koppa Amsterdam. Dit jaar is het voor de tweede keer. En heel veel jaartjes terug heb ik nog zelf ook meegespeeld aan het Blauw-Wit-Pinkster-toernooi. Maar het is heel lang terug, hoor. Wat is er zo bijzonder aan de Gerstenkoop Amsterdam? Ja, dat is toch altijd het deelnemersveld. Het is echt topvoetbal. Daarbij is tegenwoordig de locatie ook uniek. Dit Olympisch Stadion is toch ook een bolwerk in de Nederlandse sportwereld en zeker in de Amsterdamse sportwereld. Ja, en je ontmoet hier ook iedereen die van voetbal en van sport houdt. Dus als je hier in het Olympisch Stadion staat, wat komt er allemaal in je hoofd op? Wat hier allemaal is gebeurd op deze historische grond? Ja, als echte Ajax ziet gaan mijn herinneringen voornamelijk terug naar de prachtige wedstrijd die Ajax hier gespeeld heeft. Dat is natuurlijk, denk ik, voor mijn generatie is dat echt maatgevend. De Europacup wedstrijden, die waren hier legendarisch. En de Olympische Spelen van 1928, die ken ik alleen maar uit de geschiedenisboekjes.